Als je wint, heb je vrienden, rij je dik, echte vrienden. Was Armstrong ook een beetje een held voor u? Ja, was hij zeker. Ja. Ik was een man waar ik geweldig tegen opkijk, met een geweldige drive. Een ontluisterend beeld van Lance Armstrong. En dat doet me wat, ja. Als liefhebber van deze sport. Een sport moet je gewoon niet vastspelen. Je wint of je verliest en dat hangt af van je eigen kracht en niet van een middeltje of iets anders. Dat ondermijnt natuurlijk iedere geloofwaardigheid in de sport. Is het terecht dat de publieke omroep het nog uit blijft zenden, toch van belastinggeld? Nou, ik vind niet dat je die lijn één op één moet trekken, maar ik vind wel dat de sport deze problemen moet oplossen. Kijk, met de fouten van een aantal groepen hoef je natuurlijk niet meteen alle wielrennen van de tv af te doen. De publieke omroep moet ook daarnaast de vinger op de zere plek durven leggen. Ja. En dus durven duidelijk te maken dat hier iets aan de hand kan zijn. Ik denk dat het belangrijker is om gewoon in de sport zelf het misbruik aan te pakken. Ik zou zeggen, laat goede onderzoeksjournalisten diegenen aan de jas en de kraag grijpen die de boel belazeren. Daar heb je wat aan. Maar ontneem toch het grote volk niet het sport wat ze geweldig vinden.